ik ben echt heel Westers en die zo heel Marokkaans zijn. Ik denk niet dat die combinatie echt met elkaar klikt. Anders. Mannen, hier is echt de beste plaats om, als je mannelijk aandacht wilt, zijn hier op de beste plek. Ook al is dat een islamitisch land, vakantieliefde, dat bestaat overal. Flirten, dat bestaat overal. Je leert iemand kennen via, je pakt die oudste broer meestal mee. En zo leer je die kennen, met de oudste broer van die meisje erbij. Zodat er zeker niks gaat gebeuren. Altijd een derde persoon mee. Altijd een derde persoon mee. Ja. Zodat er niks verkeerd kan lopen. Je moet wel serieus zijn. Niet van even gaan flirten en daarna... Ik kan bijvoorbeeld ik kan straks op straat gaan. En bijvoorbeeld, ik zeg maar, bijvoorbeeld iets vrouwen gaan beginnen verseren ofzo. Wat eigenlijk heel slecht is, weet je. Dat is heel slecht, gewoon een persoon verleiden en van daaruit, van daar beginnen tot trouwen. Dat is heel slecht, vind ik persoonlijk. Dat is voor ons eigenlijk alles. Dus voor jullie is dat maar een document eigenlijk. Tegenover bij ons is dat echt het, is het begin van alles. Wij bekeken dat niet echt zo van ja, het is maar een document of is dat voor dat document het begin van een nieuw leven? Nee, nooit. Nee, nooit. Echt niet. Nee. Ik ken veel mensen, die, vriendinnen en zo, die zijn getrouwd met ook niet slechts getrouwd met iemand van hier. Dus die wou gewoon papieren, snap je? Dus en nu die zijn gescheiden. Na 6 maanden toen ze samen getrouwd zijn, die zijn gescheiden direct. Hebben een kind en zo. Marokkaanse man voor het huwelijk? Ja. Maar dan wel alleen is zijn van België ja. Of zo, maar van hier. Ja, nee. Dat ik nou toch niet meer kunnen leven. Ook niet. Als die persoon in kwestie een zorgzame vrouw is, een vrouw dat een heel goed karakter heeft, een vrouw met goede intenties, een hele aardige vrouw, waarom niet? Weet je, als het klikt, dan klikt het. Hè? Ja, ik ben bang dat een vrouw van Marokko gewoon voor de papieren zal gaan of voor het geld. Ik ben echt heel Westers en die zo heel Marokkaans zijn. Denk niet dat die combinatie echt met elkaar klikt. Dus ja. Voor mij echt niet. Maar voor mij er is echt geen kloof. Voor mij een Chinees, Afghaan, Pakistaan, Spanjaard. Als dat klikt, dan klikt dat. Echt waar. Het is wel leuk om te weten wat mijn ouders van die persoon vinden. Vinden mijn ouders dat die meisje een zeer goed meisje is, dat is dat gewoon een pluspunt, weet je? Ik vind wel dat mijn ouders hem wel moeten accepteren. Want als je kennis maakt minder en als mijn ouders al zeggen van ja, ik heb mijn zegen niet, dan is het maar ja. Je vader is eigenlijk je rechterhand. Die gaat wel zeggen, dat is wel een juiste vrouw of dat is geen juiste vrouw. Dus. Ze mogen wel advies geven en zo. Dat kun je altijd gebruiken. Maar als ze zo gaan beginnen verbieden en zo, dan zou ik dat ook niet echt graag hebben. Dan zou ik daar wel eens met mijn ouders over praten. Jij moet met die persoon samenleven. Je ouders niet aanschrijven dat een goeie is. Ja. Als je dat zegt dat geen juiste vrouw is, dan is het eigenlijk meestal zo. Want wie kent er u beter? Je ouders.